dat brengt me bij het laatste punt wat ik u vandaag wil voorleggen. Dat gaat over de politiecapaciteit ook onder andere. De Stevenshof heeft eigenlijk al een beetje met ups en downs, maar al jaren te maken met jeugdoverlast. Van jongeren die hangen op schoolpleinen. Daar heeft u de afgelopen jaren al een schoolplein, een schaamverscholingsverbod op de schoolplein in de Stevenshof afgekondigd. In 2015 werd er ook extra politie naar de wijk gestuurd. Er kwam een buurthuis. Dat buurthuis is weer opgeheven. Het komt eigenlijk een beetje elke keer op en het gaat weer weg. Nu is er ook sprake van jeugdoverlast. U heeft de afgelopen tijd een verbod op samenscholing op de schoolpleinen gehad. Dat liep dit weekend af. Ik vroeg me allereerst af of dat verlengd wordt. Of dat nog steeds geldt voor de komende tijd. We zijn de komende periode, gaan we hier natuurlijk mee verder. Er zijn een aantal invalshoeken die je dan moet kiezen. Het samenscholingsverbod en zaken die daarmee annex zijn, dat is één. De verlenging daarvan hoort daarbij. Maar ook, dat is niet het enige. Want je kunt heeft het dus wel verlengd. Dus ja. Want ik heb nog dus meer dingen over. Dat verlengd wordt. Ja, dus dat moet nog verlengd worden. Want u heeft ook, en dat is inderdaad de andere kant, voor de komende 2 jaar een regisseur eigenlijk voor die wijk. Of de stedelijke jeugdaanpak heet dat dan. Daar is extra geld voor vrijgemaakt. Exact. Dat is ook niet voor niks. Dat is omdat het niet alleen gaat om verboden, maar ook in contact komen met jongeren. Om te kijken hoe je langs de andere kant jongeren op het goede pad kunt brengen. Voor kerstmis heb ik ook een gesprek gehad met een jeugdgroep in de Stevenshof. Die zelf eigenlijk van mening waren dat er iets anders moest gebeuren. Daar willen we mee gaan kijken of we met hen iets kunnen ontwikkelen voor de komende periode. Een soort hangplek, maar dan waar zij... zonder dat ze overlast veroorzaken, toch bij elkaar kunnen komen. En waar ze ook een zekere verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Ik hoop wel dat dat gaat lukken, want na het gesprek hebben toch weer enkele van hen zich niet geheel gedragen. Kunt u dat van ze verwachten? Is dat niet ook, want ik moet denken, u zegt een plek waar ze samen kunnen komen. Er was een jeugdhonk op het Dopperdreef in de Stevenshof. Toen Sol het welzijnswerk zijn werk voor de jongeren overnam in Leiden vorig jaar, toen is dat gesloten. Zeiden we zetten dat jeugdwerk wel voort in het buurthuis. Toen vroeg ik me af, dat heeft toen veel geld gekost. Een jeugdhonk, dat klinkt een beetje als de plek waar we nu ook naar op zoek zijn. Nou, niet helemaal. Je ziet dat er niet één groep jongeren is, maar verschillende groepen. Die allemaal zo hun eigen identiteit hebben, hun eigen wensen hebben. Die mengen niet goed samen en gaat ook niet samen op één plek. Dus daar moet je dus ook een oplossing voor zien te vinden. Ja. Kunt u nou uw vinger erop leggen waarom dit zo erg speelt nu weer? In 2015 speelde, toen is het een tijdje is het wat rustiger geweest. Waar komt dit nu vandaan? Het is eigenlijk iets wat je op verschillende plekken in de stad op verschillende momenten hebt gehad. We hebben het in de Slaagwijk gehad en ook op momenten dat het heel erg was en dan was het weer minder. We hebben het op andere plekken in de stad gehad, in de Mors hebben we het gehad. Dus nu weer, het heeft ook een beetje met de leeftijdsopbouw van de wijk te maken. Zitten er veel jongeren in een bepaalde leeftijdscategorie. Dus dat soort dingen heeft mee te maken. Heeft natuurlijk ook met corona te maken. Veel jongeren die weinig kunnen op straat hangen. Andere dingen zijn allemaal dicht, daar kun je allemaal niet meer naartoe. Je snapt dat ook wel, neem ik aan. Dat snap ik ook heel goed. Maar wat is je advies dan aan die jongeren die nergens naartoe kunnen eigenlijk nu? Ja, het enige wat je kunt zeggen, het is niet de bedoeling dat je dingen kapot maakt, dat je troep achterlaat en dat je veel lawaai maakt. Dat zijn de dingen waar het om gaat. Ja. Als je je gedraagt, dan heeft er ook niemand heel veel last van. Omgekeerd is ook zo, veel mensen zijn thuis, dus die zien meer, registreren meer, signaleren meer en geven dat ook door natuurlijk. Dus in tijden van lockdown zie je ook dat die cijfers, die overlastcijfers omhoog gaan door die twee redenen. Ja. Jongeren niks te doen, meer mensen thuis die het signaleren. Dus al die dingen bij elkaar, dat moet je ook wel realiseren. Het is voor een deel iets wat altijd wel gebeurt en dan moet je erop reageren, zowel met geboden en verboden. En in de richting van de jongeren en de gezinnen zelf. Daar zijn we ook mee bezig. Er zijn ook jongeren die een dwangsom opgelegd hebben gekregen. Dat als ze zich nog vaker misdragen, dat dan een dwangsom verbeurd wordt. Of het algemeen helpt dat wel. Ja. Er wordt met ouders gesproken. Zeker voor jongeren veel geld waarschijnlijk. Ja, er wordt ook met ouders gesproken om ervoor te zorgen dat dat beter gaat. Ja. Het kost veel energie om dat onder controle te houden. Nou ja, zoals ik net al zei, in tijden van corona meer dan daarvoor en daarna.